Hallo allemaal, zijn we weer. We gaan weer een avondje met de detector op pad. We gaan eens even kijken wat we allemaal voor jullie weer kunnen vinden vandaag. Ik hoop weer wat leuke dingen te vinden. En het is prachtig mooi weer. We hebben gisteren flink wat regen en onweer gehad. Dus de grond is een beetje sompig. Maar het is eigenlijk perfect om het te zoeken. Nou, laten we maar gaan kijken wat we kunnen vinden. Ik ben heel benieuwd. Tot straks. Mooi, daar hebben we dan de eerste voor vanavond. En het is een... ik ben er wel blij mee. Oh, er zit nog een grassprietje aan. Het is weer eens een horlogesleuteltje. Mooi, hè? Daar ben ik weer blij mee. Die gaat weer schoon in de vitrine. Nou, we hebben er weer een. Dit is weer een muntje. En... hij is vrij groot, dus ik denk dat we een oord te pakken hebben. Ik kan nog niet zien wat voor een. Misschien zien we dat ook nooit meer. Dat zou ook kunnen. Maar het is in ieder geval weer een muntje. Nou, gaan we eens even kijken wat we nog meer kunnen vinden. Zo, dan hadden we net een mooie grote. Nu hebben we een mooie kleine. Kijk, dit is er weer een. Heel kleintje met een gaatje erin. Misschien wel als kettingje gebruikt of zo. Of... hij is in ieder geval helemaal glad. Kunnen we er niks meer op zien. Misschien na het schoonmaken nog wel, dat weet ik niet. Maar het zal wel een halve duit wezen. Of een kwart duit. Een achtste duit. Fluiter duit. Ik weet het niet. Ik weet het. Zo apart, hè. Kijk, vinden we weer een duit. Maar wat ik dat zo apart vind, moest kijken. Kom. Kom. Kijk. Hier. Hij lag helemaal niet zo diep. Nog geen 5 centimeter. Een duit. Soms. Dan vind je wel eens een knoopje. En dan denk je bij jezelf. Ah, mooi knoopje. Soms denk je wel eens bij jezelf. Ah, dat is een mooi knoopje. Nou heb ik een knoopje waarbij ik denk van, wauw, dat is een mooi knoopje. Heel oud. Er staat een afbeelding in van een plantje met bloemetje. Kijk, dat vind ik nou een mooi knoopje. Zitten we dan weer op een andere dag. Het is net erg regenachtig geweest. Ik denk na de regen ga ik nog even het land op. En de eerste vondst is er alweer uit. We hebben een dubbeltje. Uit 1948. Dat is wel leuk om mee te beginnen voor vandaag. Helemaal top. Ik denk dat ik voor dit filmpje maar een aantal kleine filmpjes even aan elkaar plak. Dus vandaar dat jullie waarschijnlijk wel kunnen zien. Dat ik soms eens even een ander shirt aan heb. Maar ik hoop wel dat het een leuk filmpje wordt met leuke vondsten. Tot zo. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar ik ben er heel blij mee. We hebben hier een bezemstuivertje. Ik weet niet of het te zien is op het filmpje, maar ik ben er in ieder geval weer blij mee. Alweer zilver. Ik weet niet of het een beetje te zien is, maar wat ik nou het mooie vind van zegellootjes, want ik heb er weer een, is dat er soms van die mooie afbeeldingen op staan. Deze bijvoorbeeld, ik weet niet of het te zien is op de camera, maar er staat een anker op. Kijk, en daarom zijn zegellootjes altijd zo leuk. Kan van alles op staan. Top! Maar ik heb hier een hele mooie naairing. En hij is nog helemaal heel. Helemaal top. Daar ben ik weer blij mee. Vinden we niet zo heel erg veel hier. Dus naairing. Nou is dit dus precies de reden waarom ik een hekel begin te krijgen aan buienradar. Dan zeggen ze, het blijft droog. Ja, natuurlijk. Droog. Nou ja, we gaan gewoon even rustig door. En we vinden weer een gladde duit.
heb je weer helemaal niks aan. Maar thuis gaan we toch kijken of er nog wat op te zien is. Een duit. Zo jongens. Een heel kleintje. We hebben weer een musketkogeltje. Musketballetje. Leuk weer. 1799 ongeveer. Zoiets. Was toen de Engelsen aan die kant probeerden om hier Napoleon te verdrijven. Noem het op. Onvoorstelbaar. Midden op een weiland vinden we hier een tweede pfennig uit 1874. Dit is nog een hele mooie ook. 1874. Onvoorstelbaar. Nou, ik kan het even laten zien. Kijk eens. Hele mooie punt. Echt een toppetje. Kijk, 61 is normaal wel zilver natuurlijk. Althans bij mij wel. Nou, we hebben een muntje. Ik weet nog niet wat voor muntje. We gaan hem gewoon even schoonmaken. Een ogenblikje. Ja, helaas, ik kan hem niet schoonmaken. Dat zullen we toch thuis even moeten doen. Maar het is wel weer een muntje. Yay! Zo, dat was hem dan weer. Het videootje is weer voorbij. Ik ben blij dat jullie hebben gekeken. Ik vind het erg leuk. Ik hoop dat jullie het ook erg leuk vinden dat wij deze filmpjes maken voor jullie. En we hebben best leuk gevonden, moet ik zeggen. Het filmpje is gemaakt met vondsten van 2 dagen. En elke dag ongeveer 2 uurtjes zoeken. Dus even na het werk, even het weer in. En we hadden niet zulk heel mooi weer af en toe, dus konden niet zo heel veel weg. Maar dit was hem in ieder geval. Ik zou zeggen, keep digging history. En tot de volgende keer.